Lukt dat? Het wagen. Oh, de prinses wil natuurlijk op het wagen. Ja, wis. Jongens, het is echt superleuk. Ik heb echt zo leuk prinsje gekregen. Niet helemaal het hoeden, maar wel superleuk. Wat je wil zien. Zien we niet op? Komt, die hartjes. Kom ze daar nog? Wat halen jullie op hier nou? Pizza! Pizza! Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlag. Goeiemorgen, een nieuwe dag, een nieuwe vlag, zei ik. Een nieuwe vlag, jongens. Het is maas, betiert, we hadden ballen gekregen achter de kiezen. Tuskenpoetsen, het zakenkleer. Alles lukt? En ik zal je hem hier nog even doen. En wat maakt er bij die al hierin, prinses? Een vlag. Ja. Die. Ja. En die. Ja. Die. Best, geven we doen. Voor Joet op de planning. Ik zal Sa Ildo naar Beppe Sjoukje en opa Herman brengen in Burger. En dan ging ik bij Saak Fits de Squalle. En dan ging ik terug naar Dorre Diek. En daar maak ik een boek van lezen en Veske spullen. Dat is leuk. Dus ik had heel veel nochting. Ik zal de bij nog even het hier doen. En dan ging we aan op naar Dorre Diek. Via het abonneren en te liken. En ik neem je Joet bij mij. Ach, daarom stak. Ik denk dat hem stuiterde die jongen hier nou waarom? Een nieuwe bal. Ja, dit is zacht. Ja, zachte bal, hè? Dat is wel fijn. Die is wel echt heel mooi. Eeuw! Maar die mijne Beppe, die klaai slime? Best, neem die maar. Oké. Okay. Is het net klaai slime of slime klaar? Ja, het is een beetje van beide dat, wat, hè? Wat zit hier op? Hoe heet het? Het is Jakes en Gags. Oké. Okay. Nou, Ilde, ik vind die krul eigenlijk nog wel mooi zitten. Dus zullen we dat mooi saletten? Hij was er wel een stut zien. Hij was gewoon in de kroon. In de kroon? Ik denk dat dat wel mooi zit. Dus hier zit het wel heel mooi. Maar, nou, dat is shit. Die nog erin. Oh shit. Gaat die hier bovenop maar een beetje doen. Loopt het wel zitten? Dat loopt zo net zitten, denk ik. Maar ik ben toch al iets stutje doen, anders valt het eruit. Oké? Okay? Je had heel veel kroon, hè? Ja. Ja. Dat vindt men wel heel mooi. Krek als Lois. Krek als Lois. En Mem heeft vroeger ook heel veel kroon heen. En Famke. Famke van Bietje, net zo vol als die en Lois, denk ik. Saak en Jaren net, hè? Nee. Nee, die heb ik geen krultjes. Die hebben bij de stijl hier. Zo. Ik denk dat hij nog beter zit in wil. Moest hem bij de Hollandse een beetje achter. Een beetje achter. Ja, nou blijft hij zitten. Kroontje weer op. Tadaa! Nog een vrouw. Oh, die is ook nog beter hoor. En die sponsje wat nog aan het denken, hè? Ja. Zullen we daar nog in helpen? Kom eens even met de voet. Ben je kleer? Krijg je jouw staf mee, mevrouw de prinses? En dan is die kleer van haar opa en Beppe. Ik denk dat opa en Beppe wat denken van wauw, wat een mooi prinses. Zaken doen, wist! Volgende! Kom maar zitten, meneer. Ik ben echt langs, hè? Een stut of een los? Los. Okay. Een los. Een los. Dat is het een los. Ik ga het in. Die is net, toch? Nee. Echt hoor. Ja, van haar net, hè? Dit is van Elsa. Ja, dit is van Elsa zaken. Dat snap je toch wel? Oh, sorry. Sorry. Ik maak mijn klaar nog aan. Ja, ik heb een werkmaatje. Ik heb een tas, een roze tas. En mijn desje in. Zie je zo? Jip. De klif? Ja. Maar mijn schoon. Oh, Ilde had al schoon. Ja, maar je kan nog 10 minuten. Dat is weer. Nou, nog 10 minuten bal en dan schoon hoor. Zo weet ik altijd wel wat te betekenen, hè, die ben. Ik zal erop rijden. Tassen, spullen die naast smieten en ik even aan. Eerst op de Burger en dan naar Garedie. Lukt dat? Op het wagen. Oh, de prinses wil natuurlijk op het wagen. Ja, wis. Lukt het maar die jas om me te helpen? Lukt wel. Oké. Zie je dat het zo? Oh, shit. Zeg maar oond van een midden. Ik ben gewoon heel veel midden. Ja, maar dan ben ik de held. Dan ben je nog meer de held harder. Ildo is 12 en doe best 8. Misschien 4. Ja, Ildo wil het hard draaien, hè? Oh, ho, ho, hey. Nou, prinses kikker. Zij is een sorry, in Big Bro. Sorry. Dat is een kroepie. Dat is wat lever als een skop, vis, ne? Maak het niks. Ho, ho, kroon. Ho, kroon. Maak het niks, hè? Zijn we doodzaken? Ontvermid je. Doe, lever. Doei, doei. Zijn we die kant op?
Maar mijn jas kon hebben, dat ruikt wel een beetje, dat die mooie jurk weet. Ja, dat ruikt nog meer. Nou, het spettert al wat, hè? Spetter, spetter. Spetter, 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 spetter. Nou, die van nu het haar was, omdat ik nog zwaar hier. Oh ja, ze komt er nog hoor. Het best. Oh, de. Doei. Dan leer me. Nou, die van mij zijn hoor. Ik zal op naar Gorredijk. Nou, ik ben in Gorredijk. Het is echt striemin waar. Ik ben mooi op tier, dus ik wacht je nog krijgt in deze bui wat oor. Een Peer Spettersen, dat ik maar helemaal kletsen. Is echt wel wat, vind ik. Dus ik dacht, ik lees nog krijgt even uit. Ik ben vregen om hier bij de benopvang en de putten, dus tot 0 tot 4 hier, om een verhaaltje uit het Nije Tomke-boekje voor te lezen. En om een aantal versjes te zingen van de Chitslag. Nou, daar ben ik altijd voor in. En in dit geval kan ik net vloggen daarbin, want ik ben te volle ben en leraar die het net op de camera wollen of maaien. Dan is het van mij haast net het warm, maar dat maakt het niks uit. Want ik vertel je maar zo even hoe het weer. Dus ja, ik zie je maar zo even om en dan zie je me wel wat ik verzoek een kat ben of ik nog een beetje droog bloeien ben. Ik wacht je dit buik al en dan ga ik op naar Gorredijk, naar deze squallen. Oké, wat zo. A few moments later. Der weer en... Jongens, het is echt super leuk. Ik heb echt zo'n leuk presentje gekregen. Helemaal het hoeden, maar wel super leuk. Wat je wil zien. Tierentank voor het vallen. Er is een gieter en dan al je mooie verve blomkes erin. Helemaal bij het thema van wetter, spetter, spetter. En van het Tomkeboekje natuurlijk. Dus nou, ik ben begonnen met twee vestjes te zongen. Toen heb ik een verhaaltje vallen. Nu het naar je Tomkeboekje. En naar nou, Orin, ik nog twee noemertjes. En ja, die lijst van noemertjes die in de band ik helemaal los, lekker swingen en doosje. En ja, het is echt prachtig. Echt leuk om die blieren kopjes te zien. Dus ja, ik zis tieren slagen. Ik zal op naar Burgum, zal ik mijn liedse famke weer ophellen. En dan op naar Broekse Wat. Ik neem je mee. We zijn weer thuis. Zit er wat in? Niks? Nou, dan maar dicht dan. Dit is zoals van hem uitpakken. Ik is toe wel heel goed, denk ik. Squatje uit? Ja. Dit is wat stront. Stront? Nou, dat hoop ik dan net. Hoe komt het erover weer? Ik ben gewoon een beetje weird, weet je, omdat de Rijn. Een beetje droogje. Ja. Nou, waar is je weer hier? Ik zit er even mooi in. Zijn wolken. Ja, dat is wel heel mooi. Had een vader heel mooi verven. Had ze heel mooi verven, vies net? Had ze ja. Goed zijn best op die en hij. Echt heel mooi. Oh, een echte gieter, hé. Echte gieter? Een echte gieter? Maar alleen mooie bloemkes erin. Mooie peersen bloemkes erin. Peersen? Een geeltje met een reet. Nou, oranje. Wauw, dat is toch leer? Ja, dankjewel. Oeh, jongens. Er is een doosje vol met clean van de band thuiskamer. Want van de week hier zagen we voor het eerst naar de mooie simmer een spiekerbroek aan. En dat was zijn langste spiekerbroek, maar die was toch echt wel te kwad.
Nou ja, hij had het eerst een joggingpak aan of een joggingbroek, maar ik vind toch een mooie spiekerbroek echt wel mooi. Dus wat spiekerbroeken, wat sokken en toch ook nog een joggingbroekje en veelde wat nieuwe broekjes. Nou ja, net ook alles hoor, maar ik had maar wat verschillende maten die en wat verschillende modellen om even te zien van wat is dan leuk. Maar mama, eens even zien hoe leuk dat dan eruit ziet, jongens. Even zien, ik hier van zaken deze zakjes. Nou, zakken kennen altijd. Die gaan je bij de roers, want op de trampoline dan gaan ze gewoon zonder. Dus even heel de dissen. Dat is grappig toch? Even zaken hier een mooie oranje trui. En een blauwe. En ik hier dus zandbroek. Oh, dat lijkt wel echt grut. Maar ja, hij is dus echt grut. Het is zo grut. Vond je dit wel heel grut? Oh jongens, ik weet het net. Nou, hij maakt wel even passen. Deze broekje de varkt die rek en daar zit een beetje rek in, dus dat vindt er nog wel lekker zitten. Nou, en een beetje een effen coole joggingbroek. Een beetje tussen een broek en een jeans in. En nog een beetje een stoere jeans met boesjes erop. Vond ik echt wel leuk. Ik ben benieuwd wat hij er zelf van vindt. Want hier krijg ik ook een beetje een eigen mening. Maar ik vind gewoon, soms maak je gewoon even een spiekerbroek wel een beetje netjes. Ik vind zo'n joggingpak, dat past echt bij zaken, want die is echt zo'n boetenboater, dus in die zin snap ik dat. Maar ja, ik vind wel dat er in ieder geval iemand twee spiekerbroeken in zijn kast lezen, maar vooral wel leuk netjes voor die. Nou, en dan van Ildo, check dit dan. Hij is van die wieren piepjes. Dit is wel wat smelk, hier nog wat, ja, dit is een beetje wat breder. Zie je dan er niet op? Komt, die hatjes. Vond ik zo geil nog. Nou, dat maakt dus even een uitkeer. Die hoort net traaien broeken, maar een van deze traaien. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Nou, dit is toch leuk met zo'n spiekerbroekje. En dan weer zo'n blauw gehakt zakje erbij. Helemaal matchy matchy. Dus dan maken we maar even Jonas in de douche best binnen en dan maar even passen. Ik ben benieuwd wat we horen en wat net. Maar vooral zaakjes op spiekerbroek. Als ik het zo maat, dan denk ik dat ze iets te lang binnen. Maar wie zal het zien? Zaken is inmiddels echt thuis van Squallen. Die had de Germain een klasgenootje loonbandjes verkocht in het dwarp van World Servant. Dus die ben goed dwaande. Nou, ze gaan bij de hele buurt langs West Zaken hetzelfde nog in je makken. Je vond het hartstikke leuk werk. Dus ik zei, misschien is dat wel ons Sinterklaas vreetje. Dat is wel een keer leuk. Hou ik een keer wat oor. Dat vind ik zelf stiekem ook wel leuk, omdat er meid zijn. Loonbandjes. Dus, nou ja. Maar ze had ik aardig wat ophellen. Dus ik denk dat ze dat aan ze maar even bij oma Piet brengen, Matten. Want die, ja, die is de, ja, hoe neemt ze dat? Een van de hoofden van World Servants van Jeroen Boekstewaard. Dus ik is daar de centjes aan willen brengen. Ik vind het wel heel knap dat ze het door heeft, het goede doel. Dat is altijd mooi. Daar leren ze ook van. Ik zal ze even mij Ildo om WhatsAppen, want de BMW Newt zelf pizza maatje van Joen. Nou, dat vind ik wel een goed idee. Jouke die is wel in de loods bij de Grutte Band, dus ze hut even de winkel op een del. Ik heb lekker pizza maatje. Nom, nom, nom. Wat halen jullie op, Ildo? Pizza! Pizza! Op naar de winkel! Pizza, pizza! En Shen, pizzaspul en ballen. Nou, we gaan. Naar je boeter. Ja, naar je boeter. En de Shen weer op. Hier bij Shen vind je het lekker, hè? Ja. Hier bij Shen. We maken oude Shen. Oh, heb je nog wel pindakaas? Hier heb ik een honing. Zek op. Ik heb zeker wel, hè? Die is op. Ja, honing is op. Champignons, paprikatjes, fruitballen. Maar we nog even een tsiers. En raspte tsiers en vlees. Tja, pak het mensje. Hier is hij. Zo, clear. Zo, volgende keer. Jij hebt een hoes. Nou jongens, altijd een hele uiterst. Maar we halen alle boodschappen weer in een hoes. Ik zal eerst een paar dingetjes halen. Maar ja, we hebben een karre vol natuurlijk. Maar dat is ook wel lekker. Ik heb een hele weekend mooi terug. En ik denk dat we maandag en tiers ook nog wat taak hebben, dus dat is wel weer fijn. Wij zullen op naar huis, we zullen aan een lekkere pizzamaatje muis al en dan joh lekker even chillen met elkaar. Het is weekend, dus dat is altijd goed. En morgen met zaken voetbal je 1 uur terp of 10 uur terp thuis. Dus daar gaan we ook weer nog in. Ik zou zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw toon omheen via het net de chill op te dalen van die tablet of telefoon. Want night shit vlog. Hey hoi!